Het is de week van herdenken van de oorlogsslachtoffers. In het Erfgoedhuis was een expositie over de struikelstenen die werden geplaatst op zaterdag 23 april. Daar konden bezoekers terecht om meer te weten te komen over de achtergronden van de mensen waarvoor de struikelstenen zijn gelegd. We proberen zoveel mogelijke informatie te delen. We hebben dus behoorlijk wat archieven afgezocht naar informatie. Informatie van verzetsmensen. Informatie over de Joodse familie Seligman in Meersen. En dat hebben we zoveel mogelijk proberen weer te geven op deze borden. Reacties zijn overweldigend. Zeker van de nabestaanden die voor het grootste gedeelte al afgelopen zaterdag hier zijn geweest. Op de dag van de Stolpersteinen zelf. Maar een heleboel mensen die komen kijken, hebben nog herinneringen aan de mensen die zijn weggevoerd. Maar het is ook heel belangrijk dat mensen met de kinderen hier komen. Op de scholen van Meersen, zowel de basisscholen als de middelbare scholen, zijn lessen gegeven over de Stolpersteinen. En de kinderen kunnen hier nog eens een keer terecht om de achtergrondinformatie nog eens door te lezen, maar ook om te kijken naar de stolpersteintjes die ze zelf gemaakt hebben. Want op school leerden de kinderen meer over de Tweede Wereldoorlog en de struikelstenen. Ze mochten zelf een persoon uitkiezen die zij in hun hart hebben gesloten en daar hebben ze zelf een struikelsteentje van gemaakt. We hebben veel reacties van ouders gekregen die zeiden dat de kinderen vol emotie thuis kwamen met de verhalen over de oorlog. En dat ze geïnteresseerd thuis vroegen van wat hebben wij er nog van liggen en heb jij dat ook meegemaakt? Ja, de ouders hebben het zelf niet meegemaakt, maar een enkele keer nog een opa en oma. Dus wat dat betreft leeft het verhaal wel. En het leeft niet alleen onder de kinderen, ook andere bezoekers van de expositie zijn onder de indruk. Het maakt onderdeel uit van de gemeente Meersen, de geschiedenis van de gemeente Meersen. En ook de verhalen die vroeger ook op school verteld werden, met name over de familie Seligman. Dat vond ik wel interessant om dat een keer goed te lezen hier. Nou, ik ben überhaupt geïnteresseerd in alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Omdat ik vind dat we nooit kunnen vergeten en mogen vergeten wat daar allemaal gebeurd is. En in die context doen we ook altijd de dodenherdenking bijwonen in Meersen. En daar horen we al die namen die nu specifiek op de Stolpersteinen naar voren komen. En het is altijd goed om nog wat meer hiervan te weten. Door de expositie blijven de verhalen van de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog leven. En dat vindt de Roy erg belangrijk. Stolpersteinen zijn niet alleen gelegd als herinnering aan de mensen die zijn weggevoerd. Maar eigenlijk ook als een waarschuwing voor iedereen dat vrijheid iets is waar we steeds aan moeten werken. Waar we over moeten denken. En dat is een boodschap die we willen meegeven aan eigenlijk de generatie na ons.